ik ben, ik moet het geluid uitzetten. Welk geluid? Ik had het geluid aanstaan van de video, die moet ik uitzetten, want anders dan filmt je dat mee en dan hoor je een echo van het geluid van het spel. Dan weer, dat hoorde je dan ook niet in deel 6 en 7, dat hoor je daar ook te horen. Dan laat ik het aanstaan voor ons. Yeah. Ja, ik hoorde een kleine echo in die afleveringen. Nou, bij, volgens mij bij 7 of zo. Maar dat is niet zo erg, je hebt het toch opgelost. Er zit ook een en ander probleem was in de aflevering 5 of 6 of zoiets. Met je stem. Dat stem klinkt toch als een robot. En luid. Ja. Luide robot. Tenminste, van 7, 8 en 9 en 10. Ik wou 9 overslaan, die bestaat niet. Toen was het weer soort van normaal. Het was nog steeds luid, maar het klinkt tenminste niet als een robot. Oké, hier heb je mijn team. Ik heb een Kadabra met fucking Icepunt, Thunderpunt, Firepunt en Confuse. McGrawlite met Bite, Roar, Ember en Leer. Jij bent bezig geweest. Ja, ik heb een praktijk gepleegd. Het is geen Burger King maaltijd meer. Oké, Pharaoh. Gulava ook nog. Tent en Rocky. Gaat Rocky ooit evolueren? Nope, niet in dit spel. Ik ga hem ook niet meer gebruiken. Oh. Kadabra is mijn hoofd Pokémon. Uit met dat Pokémon. Oké. Oh god, we zijn in deze gym. Ja, het is hetzelfde als bij Pokémon Heart Gold en Soul Silver. Behalve dan heb je geen trap omhoog. Ja. Hier blijf je altijd laag, net als wij. Ja. Met in totaal hoeveel abonnees ook weer? Oh, 4. Ja, echt tellen nu. 2. De andere 2 zijn van ons. Ja, Jesse, ik weet dat je moet schamen, maar het moet zo eenmaal. Leef voor mij. Ik kan er niet meer leven. Oh nee, mijn leven is in gevaar. 102 van ons zal met deze zelf komen. Oh, ja. De gruwel. Zal ik even wat 10 achtzaken uit 20.000 extra YouTube-accounts maken om op ons te abonneren? Ja, doe maar. Kun je ook nog 20.000 likes geven aan deze video? Het zal mijn best doen. Bij 20.000 likes ga ik nog een video voor jullie maken. Ja, dat gaat lekker nooit gebeuren. Hoeven we nooit meer een video te maken. Als we nu zeggen dat we pas de volgende video uploaden over 20.000 likes, hoeven we nooit meer een video te maken. Intens. Hey, zullen we dat doen? Nee. Ja, jij houdt van je baan. Zou ik daar ja op zeggen of zou ik er een ander antwoord op geven? Ik zeg maar niks. Ik geef gewoon stilte. Ja, je zei heel wat tracht daarvoor nog. Shit! Hier omhoog. Rocky helemaal wild gegaan in de... Maar... Ja, dit is de normale gym. Wie wil er nou weer een gym met allemaal normale typen hebben? Dus je bent baas in deze gym als je een staalsteen Pokémon hebt. En als je een vessel hebt. Helemaal als je een staalsteen Pokémon hebt. Ja. Of een vecht en steen. Weet je, of een staal en vecht. Ik ben echt niet zo fan van de normale typen. Ik ben fan van Tauros en Snorlax. Oké, dat is waar. En Staraptor. En Staraptor. Dat is wel een normaal type, maar ik kijk meer naar zijn vliegtypen. Dat is waar, je gebruikt meer zijn vliegtypen. Ik gebruik bijna in elke team dat ik heb een vliegtype. Nou ja, behalve in generatie 1. Dan gebruik ik 6 vliegtypes. Nee, 5. En 1 elektrische vocal. Ja. Jij vertellen. Je hebt een Charizard, een Pidgeotto. Gyarados, of wacht, Pidgeot toch? Een Articuno, een Dragonite en een Ding. Een Raichu. Ja. Waarmee de hele Elite 4 gaat, uit de weg gaat ruimen. Hopelijk komen er geen steentypes tegen. Nou, als je steentypes een probleem zijn. Ik heb tenminste Gyarados. Jij. Voor de steentypes. En Charizard. Die gaat heel erg makkelijk door de steentypes. Ja. Alleen als het gemixt is met staal. Of gras. Maar wacht, dan doet het normaal schade. Gyarados gaat voor de win. Ja, gewoon Gyarados nemen. Altijd Gyarados nemen. Dat is een wijze les. Ja. Ja. Hij wint van een fucking thunder, dondervuist van een hitmon. Ja. Dat is een champ. Ik ben volgens mij...
Ik ben bij die 4 ben ik al op de helft bij editen, alleen hij ging niet meer werken, dus ik moest stoppen. Je net heeft geen shit op zijn kanaal, dat is het. Ja. Nou, eigenlijk, hij heeft geen upload werk, maar hij probeerde nog wat. Ik heb eigenlijk één aflevering klaar dat ik nu kan uploaden op elk moment, nu ik erover nadenk. Misschien doe ik dat morgen. Goed zo, je hebt tenminste nu nog wat kunnen uploaden voor je 10 abonnees. 9 als ik erover nadenk. Of 6. Oké, okay, hoeveel mensen heb je bij elkaar gebracht? Ik heb geen idee. Ja. Yeah. Even kijken. Normaal weer. Als je maar alleen 2 abonnees hebt en ze zijn niet eens van jezelf, dan kun je nog steeds niet zeggen opschrijven van: kijk jongens, ik heb 2 abonnees! Ik ben nu de beste persoon op YouTube! Ja, je bent iemand op YouTube. Dus wij zijn nu iemand op YouTube, want we hebben nu 2 abonnees dat het van onszelf is. En 2 van anderen. Ja, die andere twee zijn van andere mensen. We hebben echt niet zelf met onze eigen kanalen dit geabonneerd. Nee, hoe komen jullie daar nou weer bij? Nee. Ja, hoe komen we daar nou weer bij? Het is absoluut waar hoor. Ik heb niks gezegd. Het is de enige avond die tegen deze steenstof komen opgaat. Right. Toch, Steve? Ik weet het al lang of... van dat ding. Ik dacht niet eens dat Steve hier bij was. Steve is hier een soort van bij en zo het verniet. Hij is nog... Weet je wat grappig is? Skype valt toch wel weg, maar weet je wat grappig is? Je kent toch Vriend Safari? Hallo? Oh fijn, daar gaat mijn internet. Ja hoor. Daar gaat mijn internet. Sorry voor de onderbreking. Mijn internet zuigt. Ja, dat is de gist wie we kennen houden. Ja, de vorige keer was het jouw internet, nu is het mijn internet. Yep. En als Steve er ooit bij komt, dan is het zijn internet. Oké. Dat is een grap. Hij kan er nooit bij. Hij komt er nooit bij. Ja, ik heb Skype bij vernoemd. Op meerdere manieren. Ik zit me gewoon op te stellen dat jij. Nou, weet je wat grappig is met Steve? Ik zei net, hij is er niet, hij is overal, net als een geest. Weet je wat grappig is? Je kent toch Vriend Safari, hè? Weet je wat zijn safari is? Geest type. Hij is inderdaad niet bij ze toch wel? Sorry voor deze vreemde geluiden die we hebben gemaakt. Ja. Maar we geven jullie wel de permissie om het te gebruiken in de volgende video als jullie dat willen. En ik weet zeker dat er wel porno-kijkers erbij zijn. Oh, porno-makers. Sorry, dat is het. Oh, godverdomme, het gaat beginnen nu. Ja, we beginnen alvast met een roze bal. Ugh. Roze. Eerst was het een normale kleur. Maar weet je hoe het roze werd? Gay. Het was Gary. Wat is een jasje? Wat is een jasje? Mag het nog zijn jasje? Wil jij zijn jasje? Ja, zijn er een keer werknemers alleen jasje? Nee, dat mag je niet. Ja, daar gaat een andere Jigglypuff. Wil jij mijn Jigglypuff aanraken? Ook je spaas! Ik hoop ik kreeg een van de meest onnodige avonden die er zijn. Farting? Ja. Ja, dat is inderdaad een nutteloze aanval. Ik heb al een vriend die eens een keertje een Wurple of nee, een Kakuna vangt. Nee, dat is... Op zijn minst een Kakoen Pokémon. Kakuna zullen we zeggen. En hij gebruikte de hele tijd Harden. Wil je weten wat het uiteinde was? Hij ging dood. Nee, de Pokémon gebruikte zo vaak Harden dat hij niet meer kon gevangen worden. Wat? Ja. Ja. Je bent verrast, hè? Ben jij verbaasd? Nee, eigenlijk. Ik verveel me nogal. Kun je iets verbazender zeggen? Oh ja? Ik ga je één heel erg verbazend ding vertellen. Nou? I see dead people. Dat. Maar is hij de gym niet? Ik dacht dat het meer was. Oh god. Het is Whitney.
Ik ben helemaal getraumatiseerd. En Jesse, met wat had je het moeilijker met? Pokémon Heart Gold Fairs of Crystal? Om eerlijk te zijn, Heart Gold en Silver had ik echt problemen met dit. Ik speelde Gold, dus... Dan had ik echt problemen met dit. En weet je hoe het eindigde? Mijn Togepi eindigde met metronoom en dan ging hij beat-up doen als schaaf. Dan ging al mijn Pokémon dus die Miltek aanvallen uiteindelijk. Het was verslagen. Dat was cool. Mennis, ik heb nog iets verbazend te zeggen. Ik heb Mufasa vermoord. Wie was Mufasa voor? Jij bent uit de Easter SEM familie wegwezen, kom je nu weer te zien. Oké. Nee, nee, wacht. Ik ben vergeten te betalen, geef me geld. Godverdomme. Sorry voor de ontbreking, Ennis is een klootzak. Hij zei toch dat ik er weg moest? Ja, je mond. Oh god, nee, het is de Miltek! Het is de Miltek! Nee! Alles behalve de Miltek! Ik kan niet wachten om hem te verslaan. Hij heeft alleen maar roll-out en grond soort Pokémon bieden weerstand. Grond soort Pokémon. Sorry. Jesse leert Pokémon. Doe je huiswerk. Welke huiswerk? Je Pokémon huiswerk. Doe jij je Pokémon huiswerk? Nee. Waarom moet ik het dan doen? Omdat ik professional ben. Nou, dan ben ik ook een professional vanaf nu. Ja, bullshit. Ik zeg ook bullshit, maar ja, bullshit. Wat je nu ziet van mij doen, is dat ik de hele tijd zijn defenses verlaag. Ah, dat is een goed ding. Maar god. En weet je wat, in Heart Gold en Soul Silver, toen ik het weer speelde... Dan had ik hier ook een probleem mee. Gebruik de hele tijd fucking die fucking melk, waardoor die hield. Dat heb je erger met de rode keer met de Fanghex. Weet je wel, zoals Pokémon 3D. Oh, Sanne, Infinite PP was het gewoon, letterlijk. Echt waar, serieus? Ja. Oh mijn god. Ik zweer, daar was Infinite PP in. Of op de minst Infinite Items. Nee, ik ga irriteren me daar. Ja, dat... Oh mijn god, het is de Miltek! Het is de wraak van de Miltek! Niemand kan de Miltek verslaan! Nou, volgens als ik het goed heb, versla ik hem. Echt wel, echt zo ga je dood? Huh? Nou, dat zag ik niet aankomen. Daar hebben we het effectief. Een lekker slam. En... I'm going to slam you very hard. Zie jij is dood in één poging. Fire, ik heb wel veel Pokémon gevonden. Slam. Nee, kijk het aan. In één poging. Al heb ik veel Pokémon verslaan. Ja, in één poging. Fuck jou. Ik haat jou. Pokémon Hardcore en Solstice had ik het wel. Uiteindelijk eerlijk. Daar heb ik fucking Focus Blast geleerd aan mijn Kyurlanfa. Dat was een seksuele grap als je die hebt opgemerkt. Is het juist. Ik zou willen dat Brock dat gebruikt. Gaat Brock echt zo... Hé, hey, jij, gebruik Slam! Of Body Slam, weet je wel. Dat zou grappig zijn. Dat zou hij absoluut zeggen bij Body Slam. Body Slam. Ja. Yeah. Waarom praten we zo vies in een kinderspel? Omdat het kan. Oh ja, dat is een goede reden. Waarom vermoord je hem? Omdat het kon. Oh ja, oké. Ik vergeet je. Ja. Dat is een heel goed regel. Oh, het is bijna nacht. Nou waar. Is dat niet mooi? Nou, alle pisgeel dat we daar zien. Is dat niet mooi? Yep. Is het dit moment? Ik nou. Shut up. Hey Ash, is de maan in Roman? Hou je kop! Hey, nog een ding om te weten. Ik heb iets anders, ik heb wat dingen gedaan toen ik het probeerde te krijgen. Wat heb je gedaan? Ik heb even een keer vooruit gewandeld. Vooruit gewandeld? Oh, je hebt zeker alle trainers afgemaakt en daarna wandel je of zoiets? Nee! Oh. Ik wil iets heel anders doen. Ik neem een guest die al ga ik hem niet gebruiken voor de geestgym. Oké. Dat is heel geestig van je. Ja, ik heb mezelf mijn Kadabra klaar neergelegd om te gebruiken tegen de geestgym. Ja, deze deel is bijna voorbij.
Boeit me niet. Je moeder. Ja, jou nog. Ik heb geen moeder meer. Dan krijg je dat. En die vrouw dan? Dat is mijn moeder niet, dat is mijn andere moeder. Ah. Ik weet niet. Ah.